Ik ben Joost en met Unizo ben ik op zoek naar ondernemerskracht. Vandaag ben ik in Limburg bij De Chevaux en ik ga op zoek naar Jo. Hallo Chris. Heerlijk jong. Gordijnen dicht jongens, dat is hier de kabardouche. Oh, oh. Ruikt dat niet hè? Dat is vers gezaagd hout. Fantastisch. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ik had al bijna een vermoeden dat ik wist wie Jo was. Ja, kijk eens aan. Puur op basis van de klederdracht van de anderen hoor. Het ligt niet aan jou. Het valt een beetje op. Dag Jo. Ja, hallo, hallo. Zeg, amai jong, wat een bedrijf jong. Ja, leuk hè? Heerlijk, leuk, hè? Ik vind het impressionant. We zijn nu in het atelier, veronderstel ik. Hier komen alle decorstukken tot leven. Hè? Dus alles wat je op de Vlaamse televisie ziet, heeft hier ooit. Is dat jullie core business, de televisiezenders? Ja, interieurbouw en tv-decor. Dus ik denk als je de tv 's avonds aanzet, dat je toch wel. Echt, ja? Aan 10 programma's van ons ziet passeren. Allee, absoluut. Cool. Ja, ja, ja. Mogen wij een keer mee met jou? Ja, zeker, zeker, zeker. Amai, ik hoor jou zeggen: televisiestudio's, interieurbouw. Ja. Heel vaak wordt hier in het atelier natuurlijk met hout gewerkt. Absoluut, dat ruik je ook, hè? Ja, ja. Maar ik niet meer. Ja, ik werd er heel vrolijk van. Ja, ja, maar ja. Stopt er bij hout of hebben jullie ook nog metaalverwerking, aluminium? Ja, dat is het leuke aan decorbouw. Hier komt alles samen. Hè. Kunststof, metaal, houtbewerking, schilderen. Dus dat is eigenlijk, zijn we allround knutselaars voor gevorderden, eigenlijk. Hè. Dus. Voilà. Oké, waar zijn we nu, man? Welkom in onze barn. Ik ben 25 jaar geleden gestart in een houthalen helchter in een tuinhuisje. Echt? Wacht, dat wil ik allemaal. Vertel er mij alles over. Ja, 25 jaar geleden van de schoolbanken gekomen. Ik ben regisseur, scenarist van opleiding. En ik ben begonnen in een tuinhuisje. Heel klein, heel bescheiden. Ik ben nogal een volhouder, een koppige. Dus ik blijf maar aanbellen en bij al die productiehuizen en tv-zenders met de boodschap van hier is een nieuwe decorbouwer en je hebt mij nodig. Ja. En op een gegeven moment was er iemand gek genoeg om te zeggen, allee vooruit, kom het maar eens uitleggen. En dan heb ik dat met twee handen aangegrepen. Als ik dat aan jou zou vragen, om ondernemerskracht in 3 woorden samen te vatten, wat zou je daar dan op antwoorden? Ik wil altijd anders zijn. Ik wil het koester het verschil. Doe niet wat iedereen doet, maar wees anders in alles wat je doet. En dan ben je automatisch uniek. Dus ik denk dat dat voor mij wel een belangrijke is. Zijn daar zo van die typische kantelmomenten geweest? We hebben heel veel ups. Hè. Een tevreden klant is er altijd wel eentje. En onze grootste down is eigenlijk geweest in de coronaperiode. Ja. En dan heb ik toch wel van een aantal mensen, met name ook aan Unizo, heel veel steun ervaren. Ja? Ja, ja, hebben ons er echt wel doorgesleept door die moeilijke periode. Want je was in nul activiteit. Ja, ik voel hier een man met heel veel goesting, heel veel ondernemingsgoesting en ondernemingskracht. En daar zijn wij nu mee bezig. Dus ik wil jou hier graag een soort van, ja, zeg maar een label overhandigen. En dat is het ondernemerskracht label. Een soort van symbolisch ding van ondernemerskracht. Zalig. In naam van Unizo, alsjeblieft. En bedankt voor de rondleiding. En veel succes in alles wat dat gaat doen. Dankjewel. Heel graag gedaan.